Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Hey allemaal, en tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. We moeten het een beetje sneaky doen vandaag, want we gaan vandaag een vriendinnetag opnemen. Dat doe ik samen met Chantal. Maar we doen het onder schooltijd en in een leeg schoollokaal. Dus hopelijk gaat het goed en worden we niet gesnapt of gestoord. Maar we gaan zien of het gaat werken. We gaan gewoon lekker gelijk door. Ik ga geen pauzes overal bijhouden. We gaan gewoon lekker achter elkaar door. Hoe sneller dit gaat, hoe beter het voor ons ook is. Want we zitten hier best wel een beetje gestrest in het lokaal. Maar het moet goed komen. Ik heb als allereerste vraag: hoe en wanneer hebben jullie elkaar ontmoet? Wij hebben elkaar ontmoet op school. Dat klopt. Dat is nu bijna een jaar geleden. Ja. Bijna een jaar. Op school. Ik werd teruggeplaatst van het eind tweede jaar naar begin tweede jaar. En Chantal die ging het begin tweede jaar in. En ik ben weer in hun klas ingestroomd. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. Ja. Ja. Vrij makkelijk eigenlijk. ons favoriete moment samen. Ik denk dat dat toch wel het moment is in Amsterdam, omdat het gewoon echt een supergezellige dag was. Ja, dat ben ik met je eens. Met z'n tweeën in Amsterdam, dat is nog niet zo lang geleden. Nee. Maar dat was wel echt leuk. Dat was ook de eerste keer dat ik echt in mijn eentje... En samen naar Rotterdam was ook wel leuk. Ja, dat was ook wel leuk. Inderdaad, gewoon de dagjes weg. Ja. Dat is gewoon het leukste. Kijk, school is geen moer aan, dus ja. Nee, precies. Beschrijf elkaar in één woord. Oh god. Zorgzaam. Ik moet bij jou toch wel zeggen, heel meelevend. Ja. Als er iets is, dan kom je gelijk van, hoe gaat het? Dan gaat het goed. En ja, meelevend. Noem elkaar schoenmaat. Kim heeft maat 39. En jij hebt maat, dan ga ik twijfelen. Het is 40 of 41, ligt er volgens mij een beetje aan. Ja, het ligt er aan, inderdaad. Jee, godverdank, wat goed viel. Elkaars favoriete band. Ga jij hem eerst beantwoorden? Road Trip. En voor haar ook. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, all of that things disappear. Disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. Maybe I'm somebody. I can deal with the bad nights. Bad nights. When I'm with my baby, yeah. Gaat zij, dus die moeten we voor elkaar beantwoorden. Zou ik langer doorslapen? Zou ik opstaan op de normale tijd? Of zou ik eerder opstaan dan normaal? Eerder, als ik vrij ben. Nee, opstaan op de normale tijd. Nee, ik zou eerder opstaan. Echt? Ja. En voor jou, ik denk dat jij opstaat op de normale tijd. Ja, soms wel. Ja. Maar soms slaap ik ook liever langer door. Ligt eraan in wat voor bui ik ben. Ja, oké. Okay. Nee, ik zou echt eerder opstaan. Zij heeft een fobie voor. Waar ben je bang voor? Goeie vraag. Weet ik veel? Spinnen? Nee. Echt niet? Nee. Nou, dan weet je mij dan. Hoogtevrees. Echt? Dat wist ik helemaal niet. Oh. Echt hoogtevrees. Oké, okay. Dat wist ik niet. En waar denk je dat ik voor bang voor spinnen? Ben? Spinnen? Ja. hebben jullie bijnamen voor elkaar? Ik noem haar wel eens Bijtje, maar dat is puur om het feit dat Rye, haar favoriete bandlid van de band Roadtrip, als emoji een bijtje heeft. Maar ja, hoe noem ik jou eigenlijk? Weet ik niet. Ik ook niet. Nee. Volgens mij hebben we niet echt bijnamen voor elkaar. Nee. Dat is saai. Ja, echt. Ja, valt me wel weer tegen. Echt, eigenlijk moeten we gewoon bijnamen voor elkaar denken. Laat in de reacties achter hoe we elkaar moeten noemen. Kom met de meest rare dingen. Ja. Dat is altijd leuk. Wat bewonder je aan elkaar? Jezus. Ik bewonder aan Kim haar doorzettingsvermogen. Nou, ik weet niet waar ik die heb, maar oké. Okay. Ik weet niet of ik die had. Ik weet niet, wat bewonder ik aan jou? Goeie vraag. Oh, die viel me
lastig. Ik denk toch misschien wel het klaarstaan voor elkaar. En dan kom je ook wel weer in het kopje van vriendinnen, wat betekent je voor elkaar. Ja. Maar ik heb dat op zich eigenlijk nooit gehad. Ik heb altijd wel vriendinnen gehad, om het maar zo te zeggen. Maar het was altijd gewoon een beetje van, ja weet je, zoek het uit, doe je eigen ding. Mm-hmm. Het stond nooit echt voor je klaar als je het echt nodig had. En dat merk ik bij jou wel heel erg. Dus ja, dat. Als we samen naar een land zouden gaan, welk land zouden we dan nemen? Nou ja, die kan ik denk ik ook wel gelijk beantwoorden voor elkaar. Ik denk Engeland. Ja, ja. Ja. Ja, nee, zeker. En als we elkaar mee zouden kunnen nemen naar een land. Dus als je mij moest meenemen naar een land, waar zou je me dan mee naartoe nemen? Italië lijkt me ook wel leuk. Ja. Ja, dat zou ook wel gaaf zijn. Ja, ik zou of Parijs doen, of Ierland. Ja, Ierland lijkt me ook echt gaaf. Dat lijkt me ook heel gaaf. Ik ben er 1 keer geweest, maar dat is zo mooi. Alles is er zo groen. Waar kunnen we uren over praten? Nou, dat is ook wel een makkelijke, denk ik. Ja, ik denk het ook. Roadtrip. Ja, ik denk ook roadtrip over de band. We praten altijd over roadtrip. Altijd. Echt, hè? 'Cause I don't care. En dan vooral voor onze favorieten, meestal. Ja. Ja. Of we praten over onze minst favorieten. Dan maken we hem altijd helemaal belachelijk. Dat is, ja. Dat is ook altijd hartstikke leuk. Dat is heel leuk. Wat is elkaars favoriete dier? Jezus. Weet je die van mij niet? Nee. Ik weet het voor jou niet eens. Ben ik voor een bij? I don't know. Nee, geen bij. Geen idee. Dolfijn, hond, kat? Nee, ja, kat. Oh, echt? Ja. Oh. Ik denk die van jou een hond. Nee. Nee, niet? Nee, het is een groot grijs dier. Koa. Nee. Huh? Groot grijs. Groot grijs. Het heeft een slurf. Een olifant? Ja. I'm an elephant, I got junk in my trunk. Ja. Ja, olifant zijn mijn favoriete dieren. favoriete tv-programma van vroeger en waarom? Jezus. Wat was jouw favoriete tv-programma van vroeger? Ik weet het mijne wel. Nog, heel eerlijk, hij zei Noobis. Nog, keek vroeger altijd, altijd. En nog, ik ga af en toe gewoon nog naar de website van Nickelodeon, dan ga ik het terugkijken. Blijft leuk. Maar gewoon dat het was gewoon spannend en als kind zijn ging er helemaal in mee, al die mysteries en die raadsels. Dat vond ik echt leuk altijd. Ja. Ik kijk altijd wel. Ja, maar dat is nu ook nog op tv. Ik kijk altijd wel naar Grey's Anatomy. Maar daar ben ik vanaf jongs af aan al wel mee begonnen, omdat mijn moeder het keek. Ja. En het is gewoon een verslavende serie, vind ik. Ja, dat is zeker waar. Met welke celeb zou je een keertje willen daten? Jij zou daten met Rai, ja. Ryan Beaumont. Hey guys, my name is Rai. En ik zou daten gaan met Brooklyn Wyatt. Juist. Ja. I'm Brooklyn. En de laatste 3 dingen die de ander altijd bij zich draagt. Dus die je altijd bij je... Nou ja, eentje kunnen we sowieso beantwoorden. Telefoon. Ja. Mobiel. Oortjes ook. Ja, die hebben we ook allebei bij ons. Ja, dan zou ik zeggen geld, maar dat hebben we niet altijd bij ons. Nee, precies, ik ook niet. Dat is nog pasta. Ja. Die zou bij mij kunnen antwoorden op mijn vlogcamera, maar... Ja, bij jou wel. Maar die heb je ook ja, niet... Ja, vaak al. Wel. Ja, heel soms dat ik hem niet bij me heb, maar toch vaak wel. Ja, jij wel. Wat heb jij als derde dan bij je, weet ik veel. Goeie vraag. Dat is lastig. 3 dingen die je altijd bij je hebt, weet ik veel. Dus heb je nog meer bij een zakmes? Nee, die heb ik niet bij me. Ik heb geen idee. Wat ik altijd bij me heb, Jezus. Ja, bij je draagt, hè? Dus je kan het ook om hebben. Maar dan kan ik zeggen ketting, want volgens mij heb je wel dat ketting om. Ja. Ja. Behalve vandaag, ik voel me echt na. Ja, ik heb hem wel om vandaag. Yay. Maar goed. Ik heb vandaag helemaal geen sieraad om. Oh ja, en tatoeages. Yeah. Yay, Belgium. 2 dingen is winning. Echt, hè? Woep, woep.
Oh mijn god. Goed, dit waren de vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Willen jullie nou dat ik meer video's met Chantal ga maken? Let me know in de comments en zet ook erbij wat je wilt zien. Die heb ik niet meer nodig. Ja. En ja. Duimpje. Sowieso ook zeker een duimpje omhoog. Like, abonneer. Doe alles. Let me know beneden wat jullie willen zien. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Doei!